Ik ga nu verder met mijn riempje. En dit ga ik zo even dubbel vouwen en strijken. Dus eerst strijk ik hem even goed plat. Daarna vouw ik hem dubbel, goede kant op goede kant. En dan zal ik hem hier en daar ook op de rand met wat spelden op zijn plek houden. En daarna kan ik het riempje stikken. Ja, we hebben inmiddels onze riempje dubbel gestreken. En hier en daar met spelden vastgezet. Ik ga het riempje vaststikken. Dus vanaf één kant begin ik dan met stikken. En begin ik vanaf de bovenkant waar de vouw is. En stik ik hem met 1 centimeter na toeslag vanaf de rand. Vervolgens maak ik een hoek en stik ik hem in de onderkant. En één kant laat ik dan open. En dit is de kant die ik dan nodig heb om het riempje straks om te draaien. We beginnen aan één kant van onze riempje. En 1 centimeter vanaf de onderkant zorgen we ervoor dat de naald in de stof blijft zitten. Doen we het voetje omhoog. Draaien dit om. En nu kunnen we de onderkant stikken. Nou, één kant van de rand laten we open. We stikken hem wel helemaal door tot aan het einde. En hechten hier ook af. Ja, dit gedeelte stik ik niet dicht. Ja, hier heb ik nog een opening erin. En dit heb ik straks nodig om hem om te keren. Voor het omkeren ga ik gebruik maken van een platte liniaal. Je kan hem natuurlijk ook op een andere manier keren als je dit makkelijker vindt. Ja, je liniaal moet natuurlijk smaller zijn dan het riempje. Dus eerst maak ik een soort zak. Dan duw ik de gestikte rand naar binnen. Ja, totdat ik een soort zakje heb, dan steek ik hier mijn liniaal erin. En zo duw ik hem steeds verder. En schuif ik de rest eroverheen. Ja, ik moet natuurlijk ervoor zorgen dat ik nog steeds mijn liniaal vasthoud of vast heb. Zodat ik hem straks ook eruit kan trekken, anders wordt het lastig. Ja, dus hier nog de rand van mijn liniaal. De andere kant is nu door de opening heen. Dus ik hou dit goed vast. En trek nu voorzichtig de liniaal eruit. En nu kan ik de rest zo eromheen schuiven. Ja, nu kan ik mijn riempje gaan strijken. En voordat ik dat doe, zorg ik ervoor dat ik de hoeken allemaal netjes naar buiten haal. Nou, dit doe ik met de speld. En ik zorg ervoor dat de naad naar de onderkant ligt. En zo ga ik hem zo plat mogelijk strijken. De andere uiteinde die nog open is, ga ik bij het strijken, ga ik daarvan de randen naar binnen vouwen met ongeveer 1 centimeter. En zo strijk ik hem zo recht mogelijk. En hier dan onze gestreken riempje. En de randen hiervan, of de naden hiervan, hebben we naar binnen gevouwen en plat gestreken. En wanneer het zo ligt, zie je niet eens dat het nog open is. Valt nauwelijks op. Alles is nu mooi plat. En dit kan je dus doorstikken. Of met een aantal steken op zo'n manier dichtmaken dat je de steken niet ziet. Dat ze niet opvallen. En wat wij gaan doen is met plakzoom vlieseline de rand hiervan dichtplakken. En hiermee is nu ook het riempje afgerond. Ik heb inmiddels de opening aan de andere kant vastgeplakt. Ja, nu ons riempje klaar is, kunnen we natuurlijk door de lusjes halen. En ook aan de andere kant. En nu hangt onze riempje mooi aan onze kimono. En raken we hem niet elke keer kwijt. En hier ligt nu het eindresultaat. Hoe dit eruit ziet, zie je natuurlijk terug op de foto's. En ja, nu hebben we dus weer een mooi en leuk project afgerond.
Wil je dit kimono bijvoorbeeld ook als badjas uitvoering hebben, dan is dat makkelijk te doen. Je kan hem langer maken, korter maken, kortom een veelzijdig model. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van wederom een leuk project.